Op een deel van de parallelbaan van de Schravendijkwal wordt deze week gewerkt aan de weg. Hierdoor is de parallelbaan afgesloten tussen de Schermlaan en de Nieuwe Binnenweg, in de richting van het Droogleven Fortuinplein. De afsluiting is vanaf maandagochtend 22 oktober tot en met vrijdag 26 oktober. Omrijden kan via de Schermlaan, de Klaas de Vrieslaan en de Nieuwe Binnenweg. De rijrichting van de Volmarijnstraat is tijdelijk omgekeerd. Die straat bereik je via de Matenesserlaan en de Schravendijkwal. Voor meer informatie ga je naar rotterdamonderweg.nl/schravendijkwal.